Gisteren hadden we belangrijk nieuws over Bitcoin en Ethereum. Want KPMG heeft namelijk wat Bitcoin en Ethereum op de balans gezet. We weten niet exact hoeveel het is, maar wat mij betreft maakt dat niet zo heel veel uit. Nou kun je misschien denken: Nou ja, KPMG hè, dat is op zich een leuk bedrijf, maar ze hebben geen miljarden aan Bitcoin en Ethereum gekocht. Tenminste, voor zover we weten. Maar ik denk wel dat het hele grote gevolgen kan hebben voor de prijs van crypto op de langere termijn. Zoals we hier op Crypto Insiders kunnen lezen, heeft KPMG Canada Bitcoin en Ethereum gekocht. Dus alleen de Tak van Canada van KPMG die heeft dus wat op de balans gezet. Wie is KPMG nou precies, of wat voor bedrijf is dat nou precies? Het wordt een van de Big Four accountancy en bedrijven genoemd. Dus een van de grootste bedrijven ter wereld op het gebied van accountancy, op het gebied van het adviseren van bedrijven, op het gebied van financiën. Dus dat is heel belangrijk om te weten, want daar komen we zo meteen, over, uh, daar komen we zo meteen op terug. Zij zeggen bij KPMG deze investering. Weerspiegelt onze onvertuiging dat die institutionele acceptatie van cryptoactiva en blockchain technologie zal blijven groeien en een vast onderdeel van de Activa-mix zal worden. Vrij sterke woorden die hier worden gebruikt. En nogmaals, het is dus niet duidelijk om hoeveel Bitcoin en om hoeveel Ethereum het precies gaat. In een ander artikel zegt de persoon van KPMG ook dat zij geloven in de lange termijn waarde van crypto. Dat hun doel is om ervoor te zorgen dat de institutionele. Uh, deal deelname aan de wereld van crypto nog verder zal blijven groeien. Dus dat meer instellingen gaan deelnemen aan Web3, de wereld van crypto, de nieuwe virtuele wereld, zo zou je dat kunnen noemen. Maar een van de belangrijkste dingen is het zinnetje in het midden... dat ze veel advies hebben gegeven aan heel veel verschillende bedrijven... hoe zij moeten nadenken over de wereld van crypto. En dat dit maar gewoon het begin is dat zij op door te gaan investeren... of door een gedeelte van hun balans om te zetten in crypto... dat ze hiermee willen aangeven van... oké, okay, wij willen ook skin in the game hebben. Wij willen ook aangeven dat wij zelf ook gaan meedoen aan deze crypto wereld. Maar nogmaals terug op dat stukje advies geven. Want KPMG is dus een accountancybedrijf. Zij geven advies aan bedrijven als het gaat om hun ja, financiële strategieën, als het ware, en dat betekent dus dat als KPMG zelf de beslissing maakt om een gedeelte van hun balans om te zetten van cash naar crypto, dat zij waarschijnlijk ook het advies gaan geven aan heel veel verschillen be <laughs> verschillende bedrijven om datzelfde te gaan doen met hun cashposities met hun balans. Nou, als we dan even naar een lijstje gaan met de klanten van KPMG, en dit is een lijstje van 2020, dan zien we daar een paar grote namen op staan. We have, you bijvoorbeeld Accenture, we have Halliburton, Caniers, Citigroup, General Electric. Even kijken, Deutsche Bank, Wells Fargo, PepsiCo, ING, Rolls Royce. Dus dat zijn natuurlijk hartstikke grote bedrijven die bijzonder veel cash hebben over het algemeen. En als KPMG zegt van, beste jongens, laten wij een gedeelte van deze cashpositie omtoveren in Bitcoin, in Ethereum en mogelijk in de toekomst nog andere crypto. Dan zal dat natuurlijk zorgen voor heel veel adoptie van instellingen, van bedrijven. En dat kan natuurlijk zorgen voor een flinke prijsstijging van de wereld van crypto en zeker voor Bitcoin en Ethereum. Maar goed, in principe. Zullen altcoins dan ook gewoon meegaan? En waarom is dat nou zo enorm belangrijk? Waarom zou dat ervoor kunnen zorgen dat die prijs van Bitcoin en Ethereum daardoor omhoog gaat? We hebben laatst een tijdje geleden een onderzoek gekregen van ARK Invest. ARK Invest is een groep investeerders die ja, heel bekend is geworden om hun voorspellingen met betrekking tot Tesla. En ze hebben momenteel ook telkens meer exposure, telkens meer blootstelling aan de wereld van crypto. Ik zal er misschien in een latere video, misschien deze week of volgende week nog iets meer aandacht aan besteden aan ARK Invest. Maar zij hebben een onderzoek gedaan naar wat de mogelijke invloed kan zijn van institutionele adoptie. Op het gebied van crypto en dat op de prijs van crypto, op de prijs van Bitcoin en Ethereum. Hier zien we dat als alle bedrijven van de zogenaamde SP 500, dat zijn de 500 grootste bedrijven in de Verenigde Staten, als al die 500 bedrijven 1% van hun cashpositie zouden omtoveren in Bitcoin, 1% van hun cashpositie in Bitcoin, ja, dan zou de prijs van Bitcoin stijgen met ongeveer 40.000 dollar. De prijs van Bitcoin die staat nu op zo'n 44.000 dollar. Dus die zou dus kunnen gaan naar 84.000 dollar. Als alle bedrijven van de S&P 500 1% van hun cash omzetten in Bitcoin. En als ze dan dat zouden doen met 10% van hun cashpositie. zou de prijs van Bitcoin kunnen stijgen met 400.000 dollar. Oké, okay? 400.000 dollar. Dus als we teruggaan naar de wereld van KPMG. Als KPMG, als KPMG zegt tegen alle bedrijven waar ze advies aan geven: van oké okay jongens, laten we nu 1% van je cashpositie omzetten in Bitcoin, Ethereum of wat voor crypto dan ook, of 5% of 10%, dan zal dat dus hele grote gevolgen hebben voor de waarde van crypto zelf. Dus kort gezegd, dat KPMG zelf Bitcoin heeft gekocht, dat KPMG Canada Bitcoin en Ethereum heeft gekocht, is op zich niet zo heel groot nieuws. Maar het feit dat zij bedrijven adviseren op het gebied van hun financiële strategie en dat het heel waarschijnlijk is dat KPMG nu tegen bedrijven gaat zetten: zet een gedeelte van je cash om in Bitcoin, in crypto, dat gaat juist wel een heel groot sneeuwbal effect hebben, in mijn mening. Mocht je hier een bepaalde mening over hebben, laat het me zeker weten in de comments hieronder. Mocht je deze video leuk vinden en de komende video's zeker niet willen missen, zorg dan dat je je abonneert op dit kanaal. En hopelijk tot de volgende keer. Doei! doei!